Welkom bij Papillon Yoga Praktijk. Ik ben Denise Oosterbaan. Je voeten dragen je de hele dag. Zijn je voeten pijnlijk, snel vermoeid? Luister naar je voeten en zet je voeten in de aandacht. Verwen je je voeten, ontspant je hele lichaam als vanzelf. Dus een paar minuten per dag aan de slag. Dit filmpje toont eenvoudige tips om je voeten te verwennen en liefdevolle aandacht te geven. Ga staan en plaats je tennisbal tussen je voeten. Voel dan dat je staat. Voel hoe je voorvoet en je hak de vloer aanraken. Adem via je neus naar het maag-navelgebied en terug. Inademend voel je je buik uitdijen en uitademend zak je met je aandacht in je voeten. Verplaats dan je gewicht naar je voorvoet en word je gewaar wat er in de rest van je lichaam gebeurt. Je hele wervelkolom beweegt mee. Dan verplaats je je gewicht naar achter en voel je wat er gebeurt. Adem door. Verplaats je gewicht opzij en voel hoe je hele wervelkolom ook dan mee beweegt. Je hoofd in het houden van je evenwicht. Je staat weer stil en in aandacht bij je voeten voel je hoe ze erbij staan. Dan verplaats je je gewicht naar links. Je buigt je rechterknie en je rechterhak komt van de grond. Je tilt je voet op en plaatst je hak op je bal. Verbind je met je adem. Uitademend zet je druk. En inademend laat je los. Uitademend zet je druk. En inademend laat je los. Dan rol je het balletje tot onder je voorvoet, je hak op de grond. En dan zet je druk met je voorvoet. Voel hoe je gewrichtjes als het ware ruimte krijgen. Verbind je met je adem. Uitademend zet je druk. Inademend laat je los. Uitademend zet je druk. En inademend laat je los. Dan speel je met je bal onder je voetzool. Onderzoek hoe je voetzool voelt. Je tenen. Je hak. En waar het pijnlijk is, ga je langzamer en zet je minder druk. Word je gewaar van de signalen en sensaties in je voet. Plaats dan je voet weer naast je andere en voel na. Is er verschil tussen je linker en je rechtervoet?